kwamen de militairen, de Duitsers, die kwamen allemaal. En er werd met de vliegtuigen werden er ook parachuten neergegooid. Van, en er zaten pakketten aan en er zaten de Duitsers zaten eraan. Want die moesten allemaal bij ons zijn in het fort en overal. Vertel eens, wat is er gebeurd? Nou, eerst vlogen er heel veel vliegtuigen over het huis en toen werd er de hele tijd heel veel geschoten. Door iemand, maar door het raam van de wc naar de buurman Willem. En die zei toen dat we mochten schuilen. We gaan op onze blote voeten naartoe. Ik zie het nog zo voor me. Hij stond zo, vlak voor de deuropening. Ik wilde net de laatste stap zetten om naar binnen te gaan en toen viel die. Wie? Buurman Willem? Nee, de bom. De granaat. Dat weet ik veel. Een hele harde klap. Dit hier was helemaal weggeslagen. Hij zag hoe die man eruit zag. Oh, als ik dat nog zie, dan zie ik nog steeds voor mijn ogen. Dat die man dat allemaal weggeslagen was, weet je wel zo. En daar overal het vlees van die man aan de deur en de dingen zat, weet je wel zoiets. Als ik dan nog aan denk als kind zijn, hè. Als je naar school ging of je ging naar iemand toe, dan vertelde je wat er gebeurd was. En dan geloofden de mensen hier wel eens niet. Nee. Oh, dat kan toch niet. Kan toch niet bij ons. Dat is alleen in Rotterdam zijn ze dan of ergens. Een hoop wisten helemaal niet wat er aan de diefdijk gebeurd was.